ga er even vanuit dat hij met een kleine batterij, zeg maar, rond de 30 zal starten. En denk je misschien, waarom staat die gozer met een open achterdeur? Ja, ik wil er eigenlijk even in gaan zitten. Maar wel om te laten zien dat het op zich best een ruime auto is. Ik sta naast de BYD Dolphin. Build Your Dream staat BYD voor. Over staat het op de achterkant van de auto's allemaal wel weer vrij groot uitgespeld. Ja, dit is een compacte elektrische auto. En ik zou bijna zeggen, helaas is het een compacte elektrische auto die ook wel wat Chinezig overkomt. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwoorden, maar als je nadenkt over hoe zo'n auto eruit kunnen zien, als het voordelig moet zijn, of voordelig betaalbaar, dat is misschien een beter woord. En dan kom je misschien wel op zoiets uit. En dat klinkt misschien wat negatief. En zo bedoel ik dat, maar ja, misschien deels. Want ja, weet je, het is misschien niet een droomauto waarvan je de posters boven je bed gaat hangen. Aan de andere kant, op het moment dat wij richting elektrificatie gaan, hebben we ook dit soort auto's nodig om ja, een wat groter publiek ook daadwerkelijk elektrisch te laten rijden. En dan komen we natuurlijk meteen op het puntje van, ja, wat kost het dan en wat is dat dan? Wat kost het dan? Daarvoor heb ik een hele grote bandbreedte. En dat is BYD de schuld zelf, want die hebben dat zo gecommuniceerd, vooralsnog. Tussen de 30 en de 38.000 euro, dat zal een vanafprijs of een prijsrange zijn. Nou, dat is vrij breed. Dat komt door btw-verschillen in Europa, dat is een Europese prijs. Dat komt doordat er verschillende uitvoeringen zullen zijn. En dat komt waarschijnlijk ook doordat dit is nog met een maar ja, vrij grote, redelijke batterij. Er komt ook nog een kleine batterij, waarvan ze nog niet hebben gezegd hoe groot die wordt. Maar ja, ga er even vanuit dat die met een kleine batterij, zeg maar, rond de 30 zal starten. En dan kan nog subsidie vanaf hem als je hem als particulier koopt. En dan de grote batterij ietsjes duurder zal zijn. Nou ja, wat is de BYD Dolphin? Dit is een C-segment auto. Dus denk aan de Golf, de Focus, de Astra. De Astra is er overigens inderdaad wel als elektrische auto inmiddels. Hij is wel, als je hem ook daarnaast staat, wat smallig, wat hogig. Maar ja, dat geeft dan wel veel ruimte in het interieur. En dat zet ik altijd een beetje de grap. 4,29 meter lang. Wielbasis van 2,70 meter. Dat is dan wel weer vrij fors. Daardoor heb je ook zoveel ruimte in het interieur. En normaal ja, hebben we het niet zo over bagageruimte en zo. Maar 345 liter. Bank kan plat, kan je naar meer dan 1000 liter. Maar goed. Dan heb je een beetje een idee. Ja, op zich denk ik, qua formaat in ieder geval een auto waarmee je als gezin best mee uit de voeten kan. Ik weet dat we het liefst allemaal Range Rovers en zo rijden. Maar ja, we hebben niet allemaal Range Rover budget. En is dit qua formaat natuurlijk ja, gewoon een C-segment hatchback. En doordat hij een platte vloer heeft, doordat hij een grote wielbasis heeft, uiteindelijk nog best verrassend ruim. Ik heb er achterin gezeten, echt dikke prima. Technisch. We kennen de BYD Atto 3. Of die zou je kunnen kennen. Er zijn er al iets van 500 verkocht in Nederland. Dus je ziet hem ook langzaam een beetje rond gaan rijden. Dit is zeg maar, feitelijk hetzelfde platform. Het e-platform 3.0. Dezelfde batterij, dezelfde aandrijflijn feitelijk. Aandrijflijn roepen ze fantastische dingen. 8-in-1 geïntegreerd. Dus batterijmanagement, elektrische motor. Nou, alles, noem het allemaal op. Ik kan ze nooit alle 8 onthouden. Maar wat daar belangrijk is, BYD ontwikkelt dat zelf. En dat betekent dat ze makkelijker kunnen opschalen qua volume. Maar dat betekent ook dat ze zeg maar, meer controle hebben over ontwikkeling en het productieproces. Overigens, je denkt, ja, BYD, ik ken het eigenlijk niet zo goed. En ze verkochten maar 500 auto's tot nu toe in Nederland. In China, eerste kwartaal, meer dan 500.000 new energy vehicles verkocht. Dat is overigens niet alleen EV's, ook plug-in hybrides reken ze daar ook toe. Maar dat geeft wel aan, het is gewoon een grote partij. Qua dat soort volumes, groter dan Tesla. Dat zijn overigens dan niet allemaal EV's. Dus je kan Tesla ook nog een, zeg maar, een soort winst gunnen. Even de batterijpakket.
lithium fosfaat blade battery, die doorstaat de nail penetration test. Dus je kan een spijker door het accupakket rammen en dan vliegt hij niet in de fik. Nou, ik doe dat nooit thuis, maar ja, het geeft wel aan dat mocht je een keer in een ongeluk komen met een auto als dit, dan het accupakket is gewoon steviger, veiliger en minder vatbaar om in de fik te vliegen. En ja, weet je, lithium-ion branden zijn gewoon heel vervelend, omdat ze zo moeilijk uit te blussen zijn. Dat is niet goed Nederlands, maar maakt niet uit. Jullie snappen mij. 60 kilowattuur groot. Niet mega. Maar goed, het is op zich een kleine, compacte auto. Dus tot 427 kilometer WLTP range. Ja, dat zal dus in de praktijk tegen de 300 onder goede omstandigheden aanschurken. Voordeel is wel standaard warmtepomp. Dus in de winter waar je met auto's zonder warmtepomp echt wel een issue hebt dat die verwarming verbruikt om best veel stroom, zou met de BYD Dolphin anders moeten zijn. Ik denk even aan de BYD Seal, want dat is die andere auto die daar staat. Dat is een wat geilere sportsedan. Dit is, nou ja, anders. Hè? Je kunt hem snel laden. Ik kan hem gewoon thuis laden. 11 kilowatt, prima, 3 fasen. Snel laden, ja, dat is gewoon niet zo indrukwekkend. Ze geven op maximum snelheid 88 kilowatt. Maar ze zeggen ook, ja, het doet 29 minuten van 30% tot 80%. Dus de helft van je batterij, die 60 kilowatt groot is. Ja, daar doe je dus een half uur over. Dus dan kom je uit op een echte snellaadsnelheid van 60 kilowatt. Dat heeft natuurlijk met de laadcurve en zo te maken. Heeft overigens ook met die batterijtechnologie te maken. Het is veiliger, maar je kunt hem wat moeilijker snel laden. Maar daar zitten nog wel, zeg maar, ja, nadelen van de voordeligere EV's. Aan de andere kant, ja, weet je, als je een Porsche Taycan of iets dergelijks koopt, of een Lucid of een Tesla, ja, dan verwacht je meer, maar dan betaal je ook veel meer. Qua specificaties, ja, dat is dan wel weer grappig. C-segment, wat heb je nodig in een auto als deze? Wat hadden we vroeger? Vroeger hadden we, als je er een met 120 pk had, was je eigenlijk al een beetje het baasje. En weten van elektrische auto's, ja, ze hebben eigenlijk allemaal best veel vermogen, veel koppel. Koppel is er ook meteen. Dus het zijn auto's die, zeg maar, in de praktijk lekker, makkelijk en snel rijden. 204 pk op deze voorwielen, 290 Nm aan koppel. Topsnelheid, ja, daar zijn EV's dan weer niet goed in, want ja, je trekt die accu gewoon heel snel leeg. 160 km per uur, maar sprint naar de 100, 7,1 seconden. En voor het soort auto die niet super, super stoer is, het is gewoon snel. Weet je, als je hier met je handgeschakelde GTI of een wat oudere sportauto naast staat, moet je nog een beetje oppassen. Want anders hij is sowieso eerder weg vanuit stilstand. Maar daarna moet je ook nog wel een beetje doorpoken, zeg maar, om erbij te kunnen blijven. Nou ja, verder, qua afwerking en zo, je zou denken, ja, Chinees. Maar ik vind BYD best mooie materialen gebruiken. Ze zijn ook nog bezig een Europese spec van te maken. Deze auto verkoopt ze al in China. Dus niet alles wat je ziet, hopelijk hebben we wat b-roll ervan, is er maar helemaal definitief. Maar het ziet er echt wel oké uit. En ook qua systemen. We hebben gisteren nog even een rondje in de Atto 3 gereden. Dat is eigenlijk het zustermodel wat net een maatje groter is. Ja, adaptieve cruise control werkt gewoon goed. Weet je, de botswaarschuwing en allemaal dat soort dingen. Het werkt gewoon goed. Navi werkt netjes. Leuke gadget is het scherm wat kan draaien. Hij staat nu rechtop, maar je kan hem ook, zeg maar, zo kantelen. En dan komt hij plat te staan. Het gaat er heel erg van afhangen wat de uiteindelijke prijs wordt en specificaties. Of dit, ja, succes gaat hebben. En er is gewoon nog niet zoveel, zeg maar echt onder de 40.000 euro aan EV's, waar je dan ook echt met het gezin in kan. Hè? Want als je een aantal van de Stellantis producten pakt, die zijn echt veel minder qua EV. En sommige zijn ook gewoon niet zo heel erg ruim. Dus dan lijkt dit, zeg maar, wel, zeg maar, een kans te hebben in de markt. Ik vind het niet een hele gave auto, maar misschien ben ik ook niet helemaal de doelgroep. En zijn er andere mensen die er wel enthousiast van worden. Gewoon, het is een mooi stukje mobiliteit, zullen we maar zeggen. Ik denk dat ik hem daarmee niet tekort doe. De BYD Dolphin. Wat aardig is, en misschien hebben we dat verhaal al een keer gehoord. We hebben het al vaker geroemd. Maar BYD is echt wel een serieuze partij. Groot in China. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze ook succesvol in Europa gaan zijn. Maar in Europa kiezen ze voor gewoon betrouwbare partijen om hun sales mee te doen. Dus in Nederland, Lauman, ze zijn niet importeur, maar zijn een soort dealer plus organisatie.
hebben nu 2 flagship stores. 1 in Amsterdam, 1 in Rotterdam. Komen er nog 2 bij in 2023. Plus ze kunnen het Lauwman dealerbedrijf gebruiken om onderhoud te doen. Er zijn al 3 locaties en daar komen er ook nog 3 bij. En dat betekent dat je wel een redelijke spreiding hebt. Maar ook dat je, ja, je zou mogen verwachten, hè, dat Lauwman ook zijn due diligence heeft gedaan. Serieus heeft gekeken, joh, is dit een partij met een beetje kans van slagen? En daar zit ook wel gewoon een grote partij achter. Zodat je ook als er iets is met een auto, een keer schade rijdt, kan gebeuren. En dat de onderdelen en zo wel komen. En dat die support er wel is. Dus, interessante auto. Ik hang geen poster boven mijn bed. Maar ja, als we ook een grotere groep elektrisch zouden moeten laten rijden, dan zijn dit soort auto's wel interessant. Het gaat een beetje van die prijzing afhangen. Maar goed, dat weten ze bij BYD zelf natuurlijk ook donders goed. Dat ze het scherp in de markt moeten zetten. Dus dit was de BYD Dolphin. Ik heb de Seal ook gefilmd. Sport ze dan tot 530 pk. Dus geiler dan dit. En mocht je die video nog niet hebben gezien, staat hier een linkje onder. Kan je daar vast naartoe klikken. En anders komt hij nog op het kanaal. Kan ook, weet je, een van de 2. Maar des te meer reden om even te abonneren. En zorgen dat je geen video meer mist. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.